Welkom, beste InDesigners. Vandaag een nieuwe tip van de week. En we gaan het heel eenvoudig houden. Hoe plaats ik nu een automatische paginanummering? Wel, we gaan starten met een nieuw document, uiteraard. En even gewoon een normale A4 nemen, 5 mm bleed, alles redelijk normaal. We gaan facing pages gebruiken, zodanig dat we spreads hebben vanaf een bepaalde pagina. Ik heb nu 1 pagina, ik ga er vlug al een paar gaan aanmaken. Laat ons zeggen 12. Goed. Dus vooraan en achteraan zullen een enkele pagina zijn, maar daartussen hebben we dus die spreads, die facing pages. En ik wil dus een paginanummering gebruiken. Nu, we gaan het standaard op de master doen. We gaan stramienpagina's gebruiken hiervoor, zodanig dat we dat niet per pagina altijd moeten plaatsen. En die A-master, die A, die is vanzelf al toegepast op de pagina's. Dat is eigenlijk een standaard InDesign gedrag. En ik maak hier een tekstkadertje. En ik ga er een speciaal teken invoegen. Dat kan met de sneltoets Command Option Shift N. Ctrl Alt Shift N bij Windows uiteraard. En dat voegt een teken in. Dat lijkt een A te zijn. Stel dat ik dit teken wil invoegen via het menu. Dat zou kunnen. Is dan een special character en we hebben een marker, current page number. Het is net hetzelfde en ik ga dat uiteraard ook rechts plaatsen. Ik ga dat even rechts uitlijnen en dan hier ga ik dat links uitlijnen. Goed, dat is nu mijn positie van paginanummering. Dat kan uiteraard van project tot project een beetje verschillen, maar dat lijkt me wel een klassieker te zijn. Een klein beetje zakken, ik heb dat totaal nog niet gesteld uiteraard, maar functioneel zou dat perfect moeten werken. Ik heb hier pagina 2 en 3 en we gaan verder 4, 5 enzovoort. Dat lijkt altijd mooi, perfect te werken. Waarom is dat een A? Dat paginanummer verwijst uiteraard naar de pagina waar die op staat, maar dat is dus de A-master. Om die reden, op een B-master zou er een B staan. En als ik dat even vlug zou tonen, new master B, gebaseerd op, hoef ik het zelf nog helemaal niet meer te plaatsen. Op de B-master zien we dus dat daar een B staat. Maar dat is gewoon een placeholder, op de pagina zelf maakt dat het verschil. Misschien nog een kleine extra tip. Voor wie paragraph styles wil gebruiken, je kan een paragraph style eigenlijk uitsparen door gewoon al te weten dat er een uitleidingsoptie bestaat. In plaats van rechts en links, er bestaat een align towards spine of away from spine, in dit geval towards spine, zodat we met dezelfde instelling beide kanten kunnen gaan doen. En dat was het voor deze tip van de week. Bedankt voor je aandacht. En indien nog niet zo, klik like, subscribe. En tot een volgende video. Tot ziens.